Tegen een gemiddelde snelheid van 800 km per uur bereiken we na ongeveer 6 uur 30 vliegen de luchthaven van Dubai. Dubai grenst aan de Persische Golf en de Golf van Oman, over land aan Saoedi-Arabië en Oman. Samen met Abu Dhabi zijn ze de bekendste onder de 7 Emiraten die deel uitmaken van de Verenigde Arabische Emiraten. Wanneer we na een korte rit in de haven toekomen, ligt ons schip reeds klaar om aan boord te gaan. Mag ik u voorstellen, de MSC Splendida, een boot om u tegen te zeggen. Met zijn gewicht van om en bij de 137.900 ton, een lengte van 330 meter, een breedte van 38 meter en een hoogte van bijna 67 meter, kun je het geen kleintje noemen. Hij haalt met gemak een maximumsnelheid van 18 knopen, wat overeenkomt met ongeveer 33,50 km per uur. Van de 18 dekken zijn er 14 voorzien voor de gasten. 1370 bemanningsleden staan in voor een zorgeloze vakantie van de 3247 gasten die verdeeld zijn over 1637 hutten. Het schip is tevens uitgerust met de meest moderne milieutechnieken. Maar genoeg nu over de technische kant. Laat ons eens binnenkijken wat zo'n bootje in petto heeft. En dat is heel wat als u deze doorsnede bekijkt. Zo zijn er verschillende restaurants, al dan niet met bediening of in buffetvorm. Aan ontspanning en sportmogelijkheden is er geen gebrek. Laat je eens goed verwennen met een massage, Turks bad of neem een duik in een van de zwembaden. En ben je moe van dit alles, blaas dan even uit in een van de bars of lounges met een tas koffie, thee, een cocktail of een ander drankje. Wie er terug trekking krijgt, kan zich verder ontspannen op het voetbalveld of ben je misschien een gokker? Dan is de pokerzaal of het casino iets voor u. Hou je het daarentegen liever wat rustiger, dan kan je in de bibliotheek terecht en hou je van een goede show, dan kan dat weer in de theaterzaal. Een sieraad, geschenkje of iets anders nodig, in een van de winkels vind je het beslist. Maar tenslotte, het belangrijkste wat een schip moet doen, is varen. En varen doen we vanuit Dubai naar Abu Dhabi, waar we een stadstoer maken, een blik werpen op het Qasr al-Watan, het presidentiële paleis, en een bezoek brengen aan de Sheikh Zayed Grand Moskee, beter bekend als de Witte Moskee. Van Abu Dhabi gaat de reis verder naar een klein eilandje, het Sir Bani Yas Island, waar we lekker kunnen ontspannen op het strand, een wandelingetje maken, een jeep safari door het natuurpark, kano varen, fietsen en zo verder. We brengen een dagje op zee door terwijl we naar Muscat varen, de hoofdstad van Oman. Hier gaan we de Sultan Qaboos Moskee bezichtigen en ook het Sultanpaleis, het Al Alam Palace. We varen verder naar een enclave van Oman in het gebied van de Verenigde Arabische Emiraten, namelijk Kassab. In Kassab brengen we onder meer een bezoek aan het Kassab Castle, een kasteel gebouwd in de 17e eeuw door de Portugezen, maar ook gaan we even halt houden in het centrum van het stadje. De laatste bestemming is dan terug Dubai, waar onze boottocht eindigt. Hier maken we een stadstoer, met op het programma het duurste hotel, het hoogste gebouw, een wijk in het oude stadsgedeelte en grote shoppingcentra waar iets speciaals te bekijken valt. Wil je dit alles samen met ons beleven? Bekijk dan het volledige reisverslag van deze reis.